in deze video 10 TikTok lifehacks testen die jouw Star Stable leven beter zouden moeten maken. Allemaal tips en tricks waardoor Star Stable dus nog leuker is. Dus heb je daar zin in? Doe dan een duimpje omhoog en dan gaan we gauw beginnen. Nou, ik vind TikTok dus echt super leuk en je kan mij ook volgen. Ik heet gewoon Daphne Draaf door en daarop plaats ik ook regelmatig Star Stable lifehacks. Maar ik zal jullie nu even laten zien welke ik ben tegengekomen. We beginnen met de eerste die ik alvast heb getest. En dat is dus dat je nu ook selfies op Star Stable kan maken. Kijk, ik heb er hier een aantal net gemaakt met Woody, mijn nieuwe paard. En de foto lijkt best wel een beetje op hoe er tegenwoordig selfies wordt gemaakt. Weet je wel, met het 0,5 lens, dat je heel veel dingen in beeld hebt staan, zoals bij deze selfie. En deze TikTok, die laat je dus zien hoe je dat moet doen. Oké, als eerste moet je dus naar instellingen gaan en daar ga je de camera van je paard verplaatsen. Die zet je helemaal dichterbij, dus helemaal naar links. Dan ga je naar de chat en dan moet je dus wave, oftewel zwaaien, moet je aanklikken. Dat is zo'n emotie die je poppetje dan kan doen en dan doet hij een beweging. En dan moet je een foto maken wanneer de hand hoog is. Dan moet je field of view, en dat heet blikveld in het Nederlands, moet je helemaal naar rechts schuiven. Zodat het beeld echt helemaal wordt uitgezoomd van de foto. En dan ga je met je muis, dus dat dingetje hier, ga je helemaal inzoomen. Ja, oh, nu gaat mijn paard lopen op Star Stable. En dan moet je de camera dus een beetje gaan draaien. En dat is hoe je een selfie maakt op Star Stable. Oké, ik heb het net gedaan. Hopelijk heb ik het goed onthouden, want dan ga ik het nou eens proberen of het weer lukt. Goed, we moesten dus naar de instellingen en dan moeten we de camera helemaal naar links zetten. Afstand tot camera paard moet naar links, zodat die ingezoomd is. Oh, en dan ga je dus zwaaien. Kijk, je kan al zien, ik heb het net getest, want hier heb je dus zwaaien staan. Oké, maar dan klik je dus hier in die emoties op zwaaien en dan, ja, moet de hand hoog staan. Ja, nou staat de hand een beetje scheef. Even nog een foto. Hier, ja. Dit is denk ik goed. En dan doe je het blikveld, dus dit knopje bij de fotomodus, doe je helemaal naar rechts. Dus helemaal uitzoomen. En dan ga je met je muis, dus waarmee je inzoomt, zoom je het beeld helemaal in. Zo ver als mogelijk stond in de TikTok. Oké, verder dan dit kan ik niet. En dan moet je dus een beetje gaan draaien. Ja, ja, ja. Kijk, kijk, kijk. En nou lijkt het dus een selfie. Ja! En dan kan je dit ook nog veranderen. Maar ja, het logischste is natuurlijk als ho. Ja, kijk, als de hand een beetje hier zit, want zo maak je een selfie. En dan druk we nou op fotomodus. Ja, bam. Oké, nou, dit werkt dus. Alleen wat ik wel jammer vind is dat er nou geen paard in beeld is. We doen het even op dezelfde manier als net. Helemaal uitzoomen en met de muis weer inzoomen. Dit ziet er wel een beetje heel raar uit. Maar ja, 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 kijk, kijk, kijk. En nou hebben we Woody erbij. Ja! Oké, knopje op de fotomodus. Ik denk dat ik dit een hele leuke foto vind. Oké, ik maak hem en dan kan ik hem bijsnijden in mijn fotobewerkingsprogramma. En dan is dit de uiteindelijke selfie geworden. Dus doe een duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we door naar de volgende. Oké, let op. Deze wist ik zelf nog niet. Want het schijnt dus dat als je nummer 1 intikt op je toetsenbord, dat je dan heel snel de paardentaxi kan bellen om te worden opgehaald. Oh, spannend. We gaan het testen. Oké, 1. Oh, ja! Het werkt! Wat? Hiermee snij je dus echt heel veel stappen over. Ja, want kijk, anders moet je hierop drukken, hierop drukken, hierop drukken. Hé, dit wist ik helemaal niet. Wojo, dit werkt inderdaad. Nou, nummer 1 op je toetsenbord is dus een snellere toets om de paardentaxi te bellen. Wojo! Wist jij dit al? Laat het weten in de comments, want ik wist het toch niet. Dit is echt zoveel sneller. Oké, tijd voor de volgende. Want het schijnt dus dat Star Stable een eigen verborgen dansje heeft. Een soort van TikTok dansje lijkt het wel. En in deze Nederlandse TikTok staat uitgelegd hoe je dat moet doen. Je moet dus naar de chat en dan tik je / gebaar. In enter en dan doet je poppetje dus die rare dans. En je kan het ook nog met andere gebaren doen, zoals vrolijk en huilen. Ik zal jullie eerlijk vertellen, stiekem wist ik deze lifehack al. Ik gebruik dit echt al super vaak, maar ik weet zeker dat heel veel mensen zijn die deze niet weten. Want er is er dus ook eentje die dus niet in dit lijstje staat. De TikTok had het al uitgelegd. En als je dan schuine streep gebaar doet, dan krijg je het geheime TikTok dansje. Oké, ja! Oh, wat grappig. Wat apart eigenlijk. Wat is het ook? Het is, je maakt een paar vreemde gebaren. Een beetje een raar TikTok dansje, maar ik vond het wel toepasselijk voor de TikTok lifehack. Wist je dit al? Laat het even weten in de comments. Voor de volgende lifehack hebben we eventjes een ander paard nodig met een iets hoger level. Want ik heb een paard nodig dat mij volgt. En kijk, Woody kan het nog niet, want hij is nog niet level 7. Oh ja, we gaan op Nova, mijn Arabier. Daar hebben we lang niet op gereden, dus dat is leuk. Oké, deze TikTok die gaat ons uitleggen hoe je je paard kan logeren in Star Stable. Oké, als eerste moet je dus aanklikken dat je paard jou gaat volgen. En dan moet je een beetje tegen de kont van je paard aanlopen. En het kan een paar keer, ja, het kost misschien een paar pogingen. En dan gaat je paard dus uit zichzelf lopen.
Oké, dit is echt heel raar. En dan draait hij dus inderdaad rondjes om je heen. Dus dan is het inderdaad net alsof je een paard longeert. Oké, dus je paard moet je volgen. En dan moet je tegen zijn kont aanlopen. En dan gaat hij rondjes rennen. Goed, dus dan moet ik nu het volgknopje. Ja. En dan moet ik nou tegen zijn achterste aanlopen. Oh. Oh, nee. Huh? Ik dacht, hij doet het. Maar hij draait gewoon een kwartslag. Oké, nog een keer. Ja. Nee. Oh. Elke keer denk ik dat hij wel gaat, maar dan draait hij weer naar mij toe. Oh. Oh, Oh. Dit is geen logeren. Oké, ja, het lijkt er een beetje op alsof deze TikTok lifehack dan niet werkt. Oké, deze lifehack krijgt een duimpje omlaag. Oké, de volgende TikTok lifehack gaat over het kopen van manen voor je paard. Want je weet waarschijnlijk wel dat als je hier de paardenkapper ingaat, dat je een maanstel kan zien. Maar eigenlijk kan je het maar van een beperkt aantal punten bekijken. Je kan ook niet zien hoe het is als je paard gaat lopen. Dus deze TikTok lifehack die gaat ons laten zien hoe je de manen van je paard kan testen terwijl je dus loopt. Vraag me af of dit gaat werken. Ik hoop het wel, want het lijkt me heel leuk. En deze TikTok is ook Nederlands, dus shout-out naar jou. En we gaan eens even kijken. Oké, we moeten naar de Jorvikstal, naar de paardenkapper. Klik op je huisdier. Oké. Oh, dit gaat heel snel. Waarom moet ik op mijn huisdier klikken? Dan moet ik afstappen. Huh? Je stapt dus af in de paardenkapper. Dan ga je je paard poetsen. Huh? Waarom moet het eigenlijk ook in de Jorvikstal? Want ik ben nou net helemaal hier zo. Je moet dan je paard verzorgen. Nou, dan zie je nog steeds de maanstijlen. En dan kan je dus weglopen. Terwijl je de maanstijl dingetjes, dat minuutje dus bij je app staan. Oké, ik weet niet helemaal of dat legaal is, maar we gaan het proberen. Zal ik maar gewoon even hier proberen, want ik ben hier net toch. Ik vind het heel spannend. Goed, we zijn in de paardenkapper. Oh, maar, hoe krijg ik mijn rugzak aan? Want ik heb hier dus al niet eens een rugzak, dus hoe moet ik mijn huisdier aanklikken? Oké, probeer het nog een keer, maar nu dan met de rugzak aan en dan hierop klikken. Ja, moet ik nu op mijn huisdier klikken? Ja, dit klopt. Je kunt je paard pas met een huisdier uitrusten als je al een zadeltas gebruikt. Oké, en dan moet ik nu afstappen. En dat is het punt waar de lifehack stopt. Want ik druk op X om af te stappen. Maar er gebeurt niks. No, waarom kan het niet? Huh? Oké, maar er was natuurlijk één ding. Ik sta nou bij de paardenkapper in, wat is het? Nieuw Hillcrest. En ze zeiden van de TikTok lifehack dat we naar de Jorvikstal moesten gaan. Dus ik probeer het nog één keer daar. Oké, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat Star Stable misschien de lifehack inmiddels al heeft opgelost. Want het klopt natuurlijk niet helemaal dat je zo die manen kan bekijken. Oké, daar gaan we weer. Bij de andere paardenkapper. We drukken op het huisdier. Oké, dat lukt niet. Dan gaan we afstappen. En, nee. Helaas, ook hier werkt het niet. Want het poppetje wil gewoon niet afstappen. Jammer. Helaas, duimpje omlaag voor deze TikTok lifehack. Deze werkt helaas niet. Maar het was wel het proberen waard. Ik vond het wel leuk. Oké, dit zijn eigenlijk meerdere lifehacks in één. Want je kent het misschien wel dat je Star Stable speelt. En je gaat even naar de wc of eten halen. En dan ben je eventjes niet in de chat. En dat wil je aan anderen laten weten. Nu schijnt het dus dat als je in de chat /BRB, dat is in het Engels be right back, van ik ben zo terug, dat als je dat tikt in de chat, dat er dan zo'n zinnetje komt van je komt zo weer terug. Maar dit is in het Engels en mijn spel staat in het Nederlands, dus ik weet niet of dit gaat werken, maar we gaan het gewoon weer testen. We zijn wel veel bezig in de chat vandaag, maar oké, als je dus /BRB tikt, dan komt het te staan je bent zo weer terug. Oh, ja, het werkt inderdaad. Jij bent zo terug. Oh, maar dat is vet handig. Want dan kan je inderdaad, kijk, ik ben heel vaak aan het editen tijdens dat Star Stable online staat. En dan kan ik gewoon aan de mensen laten weten. Zo, en dan staat er in de chat, jij bent zo terug. Nou, dit is toch fantastisch? Alleen, er wordt natuurlijk zoveel gepraat in de Star Stable chat, dat dit berichtje natuurlijk zo weer verdwijnt onder de rest van de berichtjes. Maar, ik vind het wel een leuke lifehack. Ik wist niet dat dit bestond. De volgende video gaat over het afstappen van je paard. Want je kent misschien wel, we kunnen allemaal afstappen van ons paard. En nu zie je dat ik aan deze kant er afstap. Maar, wat nou als je aan de andere kant van je paard af wil stappen? Nou, ik wist niet dat daar verschil in zat in Star Stable, maar dat kan je dus blijkbaar ook kiezen. En dat gaat deze TikTok dus laten zien. Want blijkbaar kun je met je camera gaan draaien en daarmee beslis je dus aan welke kant je poppetje gaat afstappen van je paard. Dus als ik mijn camera nou naar deze kant draai, dan stapt mijn poppetje hier eraf. Oké, dat klopt. En volgens de TikTok is het dus zo dat als ik nu mijn camera draai, dat mijn poppetje aan deze kant eraf stapt. Huh? Oké, dit werkt dus wel. Het is leuk, maar eigenlijk let ik er zelf niet op aan welke kant mijn poppetje op en af stapt. Maar kijk, het werkt dus wel, want nu stap ik aan de andere kant af. Dus hij krijgt wel een duimpje omhoog, maar ik weet eigenlijk niet of ik dit echt ga gebruiken. Oh, deze lifehack, die is echt heel leuk. Ik weet eigenlijk wel zeker dat er mensen zijn die deze al kennen, maar vast nog niet iedereen. Dus ik laat hem hier zo zien. Want je kent natuurlijk allemaal dat je bijvoorbeeld een voeremmertje, er staan er 5 opgestapeld, maar dan wil je ze los van elkaar hebben. En als je dus blijkbaar shift indrukt, terwijl je dat dus aan het verplaatsen
laatste bent, dan kan je het dus uit die stapel gaan halen. Ja, ik weet stiekem al spoiler dat deze werkt. Ik zal het even laten zien. Kijk, we hebben hier mijn rugzak. En ik heb hier 33 plantjes. Ik heb even geen eten, maar plantjes. En als je dan de shift-toets indrukt en je verplaatst dit... Ja, kijk, dan kan je ze uit elkaar halen. Wow! Dus dat is heel handig als je een keertje één dingetje van iets nodig hebt. Of als je bijvoorbeeld twee soorten tuig hebt. Dan heb je het misschien per ongeluk in elkaar gedaan. Nou, dan weet je dus nu hoe je het uit elkaar kan krijgen. De volgende TikTok lifehack is er eentje van mijzelf. Tadaa! Ja, want op mijn TikTok-account Daphne Draafdoor plaats ik dus ook video's over paarden, Uraya en Bunny. Maar ook af en toe wel eens wat leuke Star Stable lifehacks. Dus volg mij ook als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zal nog even eentje delen waar jullie allemaal heel erg verbaasd over waren. Wist je dat je nu kan doorzetten op Star Stable? Als je dit wil gaan doen, moet je draven met je paard. Dan druk je op de shift-toets. En dan druk je op de W of het pijltje omhoog. En tadaa! Maar dit werkt alleen als je op een paard zit zonder een speciale gang. Zoals de Belgische warmbloed. Dit is echt heel raar. Nou hoop ik natuurlijk dat mijn eigen video werkt. Dus oké, we gaan mijn paard in draf zetten. Dan moet je de shift-toets. En dan moet je weer het pijltje naar voren of de W. En dan, ja, kijk eens even. Mijn poppetje is heel netjes aan het doorzitten. Oh, gelukkig. Mijn eigen TikTok lifehack, die werkt gelukkig nog. Voor de volgende TikTok lifehack hebben we weer even de paardentrainer nodig. Want we gaan door naar Moorland. Dus deze TikTok lifehack is ook leuk voor de niet-starriders. Trouwens, ik denk dat ze allemaal gewoon leuk zijn voor iedereen. Dus doe een duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. Ik weet niet meer precies waar deze video over gaat. Maar er staat must watch. Dus blijkbaar is het een hele belangrijke Star Stable lifehack. Oh ja, het was dat je dan dansjes naast je paard kon doen en kon gaan zitten. En dan kan je dat als, voor foto's en filmpjes gebruiken. Nou, superleuk. Ik ben benieuwd of dit gaat werken. Deze TikTok gaat echt heel snel. Maar blijkbaar als je dus op dat picknickkleed zit, dan kan je dansjes doen. Ik weet niet of dit gaat werken, want deze TikTok die was een beetje heel erg snel gefilmd. En ik vond het ook een beetje onduidelijk wat ik precies moet doen. Maar we gaan het maar gewoon testen. We moeten in ieder geval naar het strand. Nu is er natuurlijk wel een dingetje, want het strand bij Moorland heeft een enorme update gehad. Dus ik weet niet of deze picknickplek... Ah, hij bestaat nog. Ja, hij is er nog wel. Kijk, dit was een beetje de picknickplek uit het filmpje. Oké, je moet dus gaan zitten. Sit down staat er. Oké, nou, ik zit. Dan moet je in de fotomodus. Ja, oké, daar zit ik nu. Dan moet je er weer uit. En daarna kan je foto's maken. Maar, huh? Ja. Wat? Ja, maar, huh? Op dat filmpje en in die TikTok-video, dan staat zij ineens in de bak van Moorland. Ik kom niet vooruit. Ik blijf maar op deze plek staan. En ik kan ook niet op mijn paard. Dus, wat is het voor TikTok? Ik heb toch alle stappen gedaan? Ja, je moet gaan zitten. Moet je in de fotomodus. Je moet er dan weer uit. En dan kan je dus dit balkje overal mee naartoe nemen, zegt de TikTok. Zodat je overal dit dansje kan doen en kan zitten naast je paard en bla bla bla. Maar ik kom gewoon niet weg. Kijk maar, ik druk op de fotomodus en hij blijft gewoon hier zo zitten. Dus nou, waarom werkt het niet? Als ik zo kijk naar de TikTok, dan is dit wel met het oude character. Dus deze TikTok is bijna al een jaar oud. Dus misschien heeft Star Stable dit inmiddels opgelost. Wat jammer nou, ik had echt gehoopt dat deze zou werken. Want dat zou echt super cool zijn als je gewoon overal kan dansen. Oké, helaas zijn dus niet alle Star Stable TikTok lifehacks betrouwbaar, want ze werken niet allemaal. Maar toch heb ik weer een aantal dingen geleerd na deze video. Dus heb jij nou nog een tip voor een video of voor Star Stable of een lifehack? Laat het weten in de comments die ik dan in het volgende deel moet proberen. En abonneer op mijn kanaal voor nog veel meer video's over Star Stable. En laat ook even in de reacties weten of ik vaker deze lifehack video's moet maken. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Doe nog een duimpje omhoog en tot in de volgende video maar weer. Doei doei!